Hoera, ik heb een kaartje, de Next Web. En ik zat in de slechtste rij ever, die van de pers en de sprekers, en die was het langste. Alle andere mensen die kunnen heel snel geholpen worden. Ik weet ook niet waarom. Toen ik hier om 8:30 kwam, was het helemaal leeg. En nu heb ik een kaartje, een uur later, en het is nu hartstikke vol. 20.000 mensen komen. Kijk, en Barbara Lewis, die werkte bij Google. En waar werk je nu? Bij de politie natuurlijk. De politie. En wat doe je daar? Ik vang boeven. Ze vangt boeven. Je bent analist. Je doet data-analyse. Nou, dat zijn de mensen die nu naar de Next Web komen. De politie is erbij. Oké, nu nog binnenkomen. Het ziet er wel gigantisch uit erachter. Oké, download een app om een fiets te gebruiken. Oké, hoe groot kan de tent zijn? Eerst koffie. Lockers. Ja. Oké, de dome. Dat ziet er weer geweldig uit. Kunnen een paar mensen... Oké, we hebben een biergarden. En burgers. En je hebt hier draadloze tokens, kun je betalen, maar die moet je wel opladen. Daar staat een gigantische rij voor. Je kunt gewoon de app gebruiken van de Next Web en dan kun je je tokens erop zetten. En hier gaat het opening zo gebeuren, om 10:00. De Westergasfabriek. Hier werd van kolen werd hier gas gemaakt, totdat het opgeheven werd. En de bar om 9:00 is al goed bezocht. En de innovatiestage, ja, wat next? Nou, en dit weten we hoe het eruit ziet. Dit was vorig jaar ubercool. Het was een klein meisje wat gewoon helemaal blij was. En iedereen ontroerd. Alles wordt weer live uitgezonden, denk ik. Kijk, die simpele camera's van tegenwoordig, dat is weer heel ingewikkeld. Kijk, iedereen is toch over het algemeen zwart gekleed, donker. Ik vind rood toch leuker. Ik weet niet of je het kunt zien, maar dit wordt een waanzinnig... Ongelooflijk. Hier gaan we zo meteen van start. Ga allemaal live. Kijk, we hebben de jongste journalist al hier. En de Things Network is hier. Waarom? Omdat we onderdeel van de Next Web is Battle of the Sensors. En er zijn 200 ontwikkelaars bezig met het hacken van sensoren. Allemaal nu even naar de Next Web gaan. Het wordt live uitgezonden. Iedereen is hier. 20.000 mensen. De eerste keer dat ik hier was, 200 mensen. Toen 500, toen 1000. Het blijft groeien. Boris, Patrick, iedereen die dit organiseert, Simone. Top gedaan. Het ziet er echt weer waanzinnig uit.